er zijn gewoon heel veel meer dingen, veel meer complotten die gewoon vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. En dat komt vooral omdat mensen dus meteen raar aankijken als je vragen bij iets stelt. En maar ik vind... een van de vragen die je bij een complottheorie als ontvanger zou kunnen stellen, lijkt mij, is waarom zou dat dan in hemelsnaam zo gebeurd zijn? En het verhaal over de, hoeveel terroristen zijn het? In 2 vliegtuigen, dat weet ik niet toevallig. Hoeveel? 19. Oh ja, de 20ste die had het vliegtuig gemist. Zo zag... Ja, soms is het mee, zou ik maar zeggen. Maar daarbij is het verhaal waarom het gebeurd zou zijn, over zingeving gesproken, natuurlijk eigenlijk veel duidelijker. En dat is toch niet overtuigend. Ja, maar er werd gezegd bijvoorbeeld dat het voor mensen makkelijker is om te denken van, oh, groot complot, er zit iets achter. Nou, persoonlijk voor mij is het veel verontrustender dat als een overheid zoiets zou doen, met inlichtingendiensten, weet ik veel met wie ze samenwerken, en dan dat het gewoon 19 moslims zijn uit een grotje in Afghanistan. Dus voor mij gaat het persoonlijk niet echt op dat ik dat voor mij makkelijker zou maken. Het is juist veel verontrustender als er een groot complot achter zit. Ja. Okay. Mag ik even vragen? Ja. Ik weet niet of dit kan, maar ik zou heel graag willen weten hoeveel mensen in de zaal hebben het idee dat het niet moslimfundamentalisten waren die achter 9/11 zitten. Niet alleen. Niet alleen, kijk. We hebben trouwens, dat is toch interessant. Dat niet of niet alleen, een goed of ben. Ander, niet of niet alleen moslimfundamentalisten waren. Oké. Okay. Oké, okay, wat maak je hieruit op, Maarten? Ik ben wel benieuwd van wat ik af of jullie wat ik. Nou, ik was, want jij, voor jou was het heel belangrijk dat je niet als een gek afgedaan wordt. Dus het eerste was, ik wilde gewoon kijken van, oké, is er steun in de zaal voor het punt wat je aan het maken bent, of sta je hier helemaal alleen? En wat duidelijk is dat er wat steun is. De potentiële steun in eerste instantie voor gewoon het idee van oké, het is niet allemaal helder en we kunnen niet veronderstellen dat het noodzakelijk moslimfundamentalisten of alleen maar moslimfundamentalisten waren, maar dat er iets achter de rug zit. Ja. Dus ik denk dat is de eerste punt, dat je misschien niet zo alleen bent als het idee wat je had toen je dat argument aan het maken. Ik denk er zijn een heleboel mensen en dat het dan is het de vraag van wie zet wie weg als een gek. En dat heel belangrijk is, dat mensen hebben belangen, of bij het geloven van dat verhaal, of hebben redenen waarom ze een stuk meer achterdochtig zijn. En dan is het heel interessant, ja, hoe komt dat? Dat ligt erachter. En dat zijn een beetje de vragen ook voor Stef Alpers. Maar dat kun je zowel op sociologisch niveau bekijken als bijvoorbeeld ook op psychologisch niveau. Ja, en ik ken individueel en ik ken je verhaal niet en dat soort dingen. Maar ik wil gewoon, het is een onderdeel van de discussie van hoe gaan we daarmee om. We zijn in een samenleving, er is een gebeurtenis. Aan de hand daarvan hebben we oorlog. En we zijn het helemaal niet eens over wat ligt nou achter die torens. Dus dat is een probleem en we moeten een manier vinden om het samen erover te hebben in plaats van dat we elkaar wegzetten als gek of als gewoon bezig met wetenschap of met je eigen belangen. En dat is mijn vraag, is hoe kan je het dan met elkaar erover hebben? Falsificatie van je theorie dat het niet klopt. Jullie hebben een artikel en dat is het ultieme bewijs. Maar zijn er ook artikelen waaruit het tegendeel bewijst? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want dat is zoals wetenschap werkt. Ik noem het ten eerste niet het ultieme bewijs, er zijn namelijk nog veel meer andere dingen die kant op wijzen. Wat was nou precies de vraag? Ja, mijn vraag is, als je onderzoek doet naar 9/11 en de ware gebeurtenissen rond 9/11, dan, wat je dan doet is je verzamelt al het onderzoek wat op dat terrein gedaan is. Onbevooroordeeld, zo min mogelijk moraal, vanuit zo min mogelijk geloof. En dan verzamel je dus die artikelen die... als waar het punt maken dat de overheid er wel achter moet zitten. Maar je verzamelt ook het bewijs waaruit blijkt dat het bewijs wat in die andere artikelen staat, dat het allemaal niet klopt wat ze zeggen, ontkracht. En dus je zoekt niet alleen naar verificatie van je theorie, maar ook naar falsificatie van je theorie. Dat is zeg maar een klassieke wetenschappelijke benadering. Ik ben gewoon echt oprecht benieuwd of jullie dat doen. Ik bedoel dat...
persoonlijk, ik heb dit nooit niet zomaar voor mezelf aangenomen. Ik heb dit tegendeel proberen te bewijzen, keer op keer, want je wil het namelijk niet geloven. En daarom vind ik het ook zo makkelijk om te zeggen van je wil het geloven. Nee, maar zoek je ook naar andere artikelen? Natuurlijk, daarom heb ik dus mezelf ook, heb ik alles bekeken voor mezelf. En dat raad ik aan voor iedereen om dat voor zichzelf te doen. Geloof niet wat ik zeg, geloof nooit wat iemand zegt. Kijk altijd wat de bronnen zijn en waarom die dat zou zeggen. Maar voornamelijk, als je het over dit soort gebeurtenissen hebt, degene die dit gaat onderzoeken, dat is nooit een onafhankelijke commissie. Er wordt altijd wel gezegd, het is een onafhankelijke commissie. Maar die wordt dan aangesteld door de overheid, door Bush. Hoe weet je dat? Ja, ik doe dat, maar hier moeten we niet... Nu gaan we verder in. Ik ben gewoon benieuwd hoe je dit onderzoekt. Daar ben ik echt oprecht. Zou je zelf lid willen zijn van de commissie? Ja, tuurlijk. Absoluut. Maar ik denk niet dat ik de juiste persoon daarvoor ben, omdat ik niet die wetenschappelijke kennis daarvoor heb. Ja, maar je hebt wel een artikel dat je belangrijk vindt. Ja, maar dit is bijvoorbeeld niet onderzocht. Dit gaat over, zeg maar, de manier dat je kijkt van, geloof je überhaupt dat er kan zijn dat er bommen zijn gebruikt in de gebouwen? Ja. En vanuit de overheid wordt dat natuurlijk niet beweerd. En dus wordt er ook niet naar gekeken naar het stof van de gebouwen om te kijken of daar explosieven in zaten. Dus het wordt überhaupt niet onderzocht. Dat moet dus door mensen, door burgers moet dat gedaan worden om dat naar boven te krijgen. Want men wil niet, überhaupt niet eens kijken naar dat soort dingen. Wil je er ook in? Ik vind het heel interessant. Besef dat het meer is dan entertainment. Ik leef dit, bevrijd je geest voordat het gevangen door het systeem is. Dit is menis, gebruik al die verwarde zielen die tot één keer kwamen naar onze shows. Maar een fucking statement, Jezus Christus. Da Vinci heeft een wit geschilderd. Weet dat het nieuws dat je leest het eigen belang geselecteerd is. En je vraagt me om stil te zitten, laat me dit zeggen. Ik blijf vechten totdat